Een hele goede zondag, bijna middag vlog van de Stofjes. Nou, zoals jullie zien of wat dan ook, ik zit al in mijn Juliana kleren. Ik heb geen hardlopen gedaan, ik heb geen fitness gedaan. Nee, we waren in Scheveningen, Den Haag, sorry. Den Haag. We hadden een weekendje. Dus, gisteren natuurlijk wel best wel wat gelopen. In Den Haag zelf. En ja, we hadden gisteren perfect weer. We waren even naar het strand geweest. Daar heb ik ook wat beelden gemaakt. Die zal ik ook eventjes gaan monteren. Dus dit wordt weer eens een keer een montagevideo. Dus ja, was lekker. Goed weekendje, leuk weekendje geweest. Den Haag. Ja, voor de rest, het weer spreekt boekdelen. Het is vandaag weer pet en wet. Maar goed, dus. Ja, vandaag een sportvrij, tenminste qua eigen sportvrij weekend gehad. Ik had wel kleding meegenomen om te gaan sporten. Maar ja, uiteindelijk doe je dat dan toch niet. En gisteren toch ook bijna 12 kilometer lopen, gewandeld. Dus Scheveningen een beetje rondgewandeld op de pier. Natuurlijk de pier zelf op geweest. Allerlei dingetjes gedaan, winkeltjes bekeken. Door Den Haag gewandeld. Vanmorgen bij het hotel nog een aantal bijzondere auto's gezien. Ook dat zal ik even erin monteren. Dus die komen er ook aan. En voor de rest, het was gewoon leuk. Het was gewoon een leuk weekend. Leuk weekend. Nou, hopen dat we vandaag een kleine afsluiting kunnen maken met de wedstrijd tegen Meersen. Koploper. Toch wel vermoedelijk de kampioen. Zal heel erg gek moeten lopen, willen die geen kampioen worden. Uiteindelijk moeten wij ook nog zelf zorgen. Tenminste, het zou wel beter zijn als wij vandaag toch nog zouden winnen van hun. In verband met de positie voor de plaatsen voor de na-competitie. Dat heeft er weer te maken van hoe hoog je eindigt. Dat je dan tegen een lager geclasseerde promovendus uitkomt. Of een promovendus, want die gaat sowieso dan naar boven. Ja, periode titelkandidaat van een lagere klasse waar je dan tegen moet. Of als je dus lager eindigt, dan is het precies andersom. Dan ga je dus voetballen tegen een degradant, een mogelijke degradant van een andere, van de derde divisie. Dus ja, daar kan nog het een en ander in liggen. Maar goed. Daarentegen is zo'n wedstrijd eigenlijk dan toch wel belangrijk, maar eigenlijk ook weer niet zo belangrijk. Maar goed, we zullen wel zien. Nou, ik hou het dan ook nu kort, want door al die andere filmpjes wordt het dan toch nog een lange en die moet nu een beetje gaan monteren. Dus ik wil het vandaag kort houden. Ik dank in ieder geval voor het kijken naar de zondagmorgen vlog, op de zondagmorgenpraat, de 102e. Ja, zo gaan we toch gewoon door. Ook met zo'n weekend probeer ik er toch iets van te maken. Nou, bij deze zou ik zeggen, bedankt wel voor het kijken. Even duimpje omhoog en even abonneren op het kanaal. Jongens, kom. Doe nou eventjes, vind ik leuk. Is toch de waardering? Ja, goed. Zover je van de waardering kunt spreken van deze onzinpraat. Zoals ik al zei, ik vind het gewoon leuk. De jongens van het voetballen vragen ook wel eens van, God, waarom doe je dat nou eigenlijk? Ja, omdat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het gewoon leuk. Ja, wil je er iets mee gaan doen? Wil je er iets mee verdienen? Ja, niet per se, maar ja, als het uiteindelijk zo'n hype zou worden, ja, ik zeg geen nee. Dan wil natuurlijk niet dat ik zo'n kwaliteit als een Enzo Knol heb of een Gio of weet ik het wat. Maar ja, bij een bepaald aantal gaat dat toch lopen. Dus...
Ja, weet je, en als je op die manier dan toch een beetje zakcentje bij zou kunnen verdienen of iets zo mee zou kunnen doen, ja, waarom niet? Zij zijn er groot mee geworden, slappe oude boeren. Ook al zeggen ze maken wel, tenminste, Enzo die maakt wel echt gewoon leuke, goede video's, goed in elkaar gezet. Denkt ook helemaal over zijn eigen dagindeling in zoverre na wat hij gaat filmen. Heeft ook de, ik heb dat een keer gezien, een soort behind the scene-achtig iets. Wat hij dan doet, als hij dan iets ziet wat hij in een bepaalde manier in de vlog wil hebben, dan geeft hij dat, nadat hij dat ingesproken heeft, geeft hij dat aan de editor. Die dan weet van oké, hier moet je dit doen, hier moet je dat doen. Dus hij heeft wel een hele grote hand in hoe dat het er neergezet wordt. Uiteindelijk heeft de editor ook een vrije hand om bepaalde items erin te doen. Dus maar ja, goed. Hij heeft een editor in dienst die dat allemaal doet. Ja, ik moet dat mezelf doen. Maar ook dat is leuk. Ook dat is kost tijd. Kost energie. Kost geduld. Soms moet je echt dingen gaan zoeken. Wil je dat op een bepaalde manier brengen met je beelden of met geluid. Dus dat heeft wel wat voet in aan. Maar ook dat is leuk. Dan weet je uiteindelijk wel wat je hebt gedaan. En, met dat programma waar ik mee werk, daar leer je dan steeds meer dingen te ontdekken. Waardoor je het weer leuker maakt. Of waardoor je denkt van, hey, als ik dat zo en zo doe, dan komt het allemaal net beter uit. Of ik kan plaatjes inzetten of een klein scherpje afbeelding in de hoek plaatsen of zo. Dat zijn allemaal van die dingen die daar kunnen met dat programma. Nou, zover ben ik dan nog niet. Maar dat komt. Tutorials kijken. En monteren. Dus ja. Dat dus. Nou, daarover gepraat of daarover gesproken. Ik ga nu toch echt eindigen. Dus nogmaals, even duim omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie je jullie volgende week zondag weer. Of tenminste, na zondag, want het wordt natuurlijk maandag, maar ik neem het op zondag op. En dan kijken we daarna weer. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. En topje op. Met een korte show.